Beste kijkers, vandaag praten we met Ben de Keizer uit Berkel en Roderijs, valkenier en duivenliefhebber. Ben kan ons meer vertellen hoe om te gaan met de roofvogelproblematiek. Ja, welkom Ben. Je bent dus valkenier en duivenliefhebber. En ja, dat is een bijzondere combinatie. Kun je eens wat meer over jezelf vertellen en over het werk wat je doet? Ja, ik ben Ben de Keizer. Ik speel dus met duiven. Tegenwoordig zetten we u een lange afstand. Korte werk gedaan. En mijn werk, ik ben valkenier van beroep. En daar verzorg ik eigenlijk unieke ervaringen, educatie. Mensen komen hierheen, die vinden het leuk om met uilen, zeearenden te vliegen. En eigenlijk alles wat met roofvogels te maken heeft, dat doe ik voor werk. Ja, want wat voor roofvogels heb je zoal allemaal zitten? Ik heb tussen de, ja, er zijn er nu rond de 80 roofvogels en straks 100, iets meer. We hebben natuurlijk allemaal jonge vogels komen straks eraan. Ik heb toevallig ook de eerste eieren nu liggen. En ik heb ze eigenlijk van 5 centimeter groot tot aan de grote gieren en zeearenden. Eigenlijk alle verschillende soorten maten. Maar die zijn niet getraind om duiven te vangen. Nee. Ja, want het gerucht gaat wel eens dat jullie valkeniers slechtvalken uitzetten en daar geld voor krijgen. Kun je dat bevestigen of ontkennen? Nee, daar kan ik wel gewoon over praten. Want kijk, in principe, het is gewoon verboden. Wij mogen dus absoluut geen roofvogel mogen wij in de natuur loslaten. Niets. Want dat zou wel eens een hybride kunnen zijn en dan krijg je te maken met faunavervalsing. Daar is een hele grote controle op. Elke twee, drie keer in het jaar komen ze controleren of alles in gevangenschap geboren, of alles klopt. Maar er zijn projecten geweest toen het met de slechtvalken niet goed ging. En daar hebben ze bijvoorbeeld in Polen, hebben ze daar wel slechtvalkenpopulatie weer mee op peil gekregen door middel van uitzetten. Maar ja, dat is eigenlijk niks anders dan met elk ander dier. Maar het is niet zo dat wij dat hier in Nederland... Nee, absoluut niet. Anders zou ik dat al weten. Nou, gelukkig maar. Juist. Het is half maart. Facebook staat vol met duivenliefhebbers die problemen hebben met roofvogelaanvallen. Kun je eens vertellen waarom dat is? Waarom dat juist in deze periode zo heftig is? Ja hoor, in deze periode nu zijn natuurlijk alle trekvogels vanuit het zuiden komen weer terug naar de nestplaatsen waar ze voorgaande jaren gebroed hebben. En wat gebeurt er nu? De mannetjes zijn nu in topvorm. Zeg maar, je nadert de equinox, dat wil zeggen 12 uur licht, 12 uur donker. Dat zit de derde week van maart. Ja, en dat is het signaal dat het moet gebeuren bij de roofvogels. Je hebt dan zeg maar de tarsus, die zijn dan 6 weken vruchtbaar. Die komen natuurlijk nu bij de nest staan. En het vrouwtje voor zich winnen. Ja, en hoe kunnen ze die nou imponeren? Nou, dat is door middel van prooi te vangen. En bij het vrouwtje aanleveren. Ja, op basis van het aantal prooien wat hij aanlevert, bepaalt zij haar legselgrootte. En of het wel een geschikte man is. Want ja, hij moet natuurlijk wel voor het nageslacht kunnen zorgen. Ja, en zijn beloning is eigenlijk alleen maar als ze die prooi aanlevert bij het vrouwtje, dan mag hij copuleren. Dus ja, hij is nu in topvorm. Ja, en het is niet alleen maar nu vangen omdat hij moet leven, maar het is nu echt voor de daad, zeg maar. Dus is het zo, Ben, dat het voor alle roofvogels geldt nu? Want van welke roofvogels hebben we eigenlijk problemen in de duivensport? Nou ja, de grootste problemen wat je nu zo hoort, dat zijn de sparrows, zeg maar het kleine broertje van de havik. En de slechtvalk, zeg maar die drie, daar hebben we gewoon echt last van. Zeker nu van de slechtvalk en de haviken, ja, die zijn nou op oorlogsterkte, zeg maar. En dat geldt natuurlijk ook voor de sparrows, maar zit je rond 15 april, dan zitten die te broeden en dan is het moeten is het bij de tarsus, bij de mannetjes die ze vanaf. En dan zal je zien dat de druk gewoon afneemt. Ja, en dan heb je natuurlijk heel veel mensen die zeggen, ja, maar ze moeten toch prooien vangen om te eten. Ja, dat doen ze zeker wel. Maar dan tegen die tijd zijn er natuurlijk
heel veel andere soorten prooien te bemachtigen. Alles heeft weer kleine jongen en alles is weer terug. En onze duiven zijn dan weer een beetje in vorm, mits je dat op de juiste manier doet. Want wat is nu het geval, zeg maar, de meesten die gaan nu komen zelf uit de winterslaap. En die, ja, die pakken de uurtjes aan dat ze de duiven loslaat. 9 van de 10 zijn nog te vet en hebben geen conditie. Ja, en dan beestjes in topvorm, die hebben gewoon geen schijn van kans. En is hij eenmaal bij jou geweest en hij heeft een duifje gepakt, ja, dan herhaalt hij wat succesvol is. Dus is hij er morgen gewoon weer. Ja, en dus ja, dat moet je gewoon proberen te vermijden. En ja, dan denk ik bij mezelf, ja, wacht gewoon eventjes. Ja, gaan we gewoon in de toekomst, hoop ik dat we iets later gaan starten. Een week of 3. Ja, dat zijn net eventjes de tijden dat de druk bij die roofvogels weg is. En dan is het onnodig duivenverlies. Want ik hoor het nu al en ik snap het. Iedereen wil. Het seizoen komt eraan. Die duiven moeten conditie. Ja, ik zou het zelf iets anders aanpakken dan dat ik her en der omheen zie. Nou, vertel eens, hoe zou jij het aanpakken dan? Nou ja, kijk, nu zeg maar die duiven, probeer ze gewoon eerst op gewicht te brengen. Dat ze gewoon goed luisteren. En probeer, want je praat me eigenlijk over een x-aantal weken. Ik weet dat in begin april, ja, dan moeten ze weer mee met de trainingsvluchten. Ja, probeer ervoor dat ze een beetje in conditie krijgen. Hier zo bij mij, ik heb hier elke dag, is het ook schering en inslag qua slechtvalk en de havik. Ja, of je laat ze het hele winter los. En dan zijn ze in topvorm en dan wennen ze eraan en dan zijn ze heel alert. En dan heb je daar de tijd niet voor door je werk of dat zoiets. Ja, zorg dat je ze dan iets terughaalt in gewicht en dat ze luisteren. En pak ze gewoon 1 of 2 keer in de week beet. Dan kun je ze ook nog beoordelen van nou oké, conditie is goed. Je kan ze nog eens bekijken. En breng ze gewoon 5 kilometer weg. Het is maar een klein stukje. Maar het is net zoveel als je ze thuis uitlaat. Een paar rondjes met een groot risico van dien dat ze pakken. En een duif die geen conditie heeft, maken meestal dezelfde rondjes. Ja, dan heb je al heel gauw vleugelproblemen, omdat er veel te veel druk op de binnenste vleugel komt te staan. Omdat ja, ze blijven maar dezelfde bewegingen maken. Ja, dan zeg ik, joh, probeer deze 3 weken zeg maar, te overleven. Door 1 of 2 keer in de week breng ze gewoon 5 kilometer weg. Ze draaien een paar rondjes en ze in 1 keer naar huis. En zo komen ze vlievelee. Ze zijn niet te zwaar. Want je hebt gewichtmanagement. Want je hebt ze in de handen. Dus je kan gauw zien individueel van oké. Okay. Je kan nog wat sturen. En dat heb je normaal natuurlijk niet. Je laat ze uit en vliegen en je maakt ze schoon. Maar ja, dat heb je natuurlijk wel als je ze eventjes beet pakt. Je brengt ze even weg. En ze gaan naar huis en je haalt ze binnen. En je praat dan, als je zegt 2 keer in de week. Dan praat je over 6 keer wegbrengen. Nou ja, als dat al te veel moeite is, dan weet ik het ook niet meer. Maar zo bespaar je gewoon verschrikkelijk veel duiven en ergernis. Want ja, het is nu gewoon niet leuk als je duiven uitlaat. Je komt uit je werk en je laat ze los. En je staat dan met angst, zweet en zij te kijken van, oh jee, daar komt hij weer. Ja, doe dat gewoon niet. En wacht gewoon. Nou ja, en een duif die, na half april kun je gewoon doen en laten met wat je wil. En dan zul je zien, dan is de druk gewoon vele malen minder. En dan heb je toch heel wat duivels bespaard en ergernis. Maar dat geldt dan voor zowel de overlast van de havik als de slechtvalk, zeg jij? Ja. Ja, dat zijn echt de boosdoeners. Kijk, een spelletje heb je ook wel last van, maar niet zo extreem als een havik en een slechtvalk. Sommige gebieden, zeg maar rond de Veluwe en dat soort dingen, ja, die hebben enorm veel last van haviken. Ja, dan moet je gewoon niet gaan beginnen voordat de bladeren aan de bomen zitten. Dat is gewoon, dan hou je het gewoon niet lang uit. Kijk, en wat je de laatste jaren ziet, is met de werkgroepen, dat gaat natuurlijk heel goed met de roofvogels, de standen. Tot vervelend aan toe, maar daar moeten we mee dealen. Dus we hebben een obstakel erbij gekregen. Ja, als wij daar niet in gaan veranderen, en dat zie je bij de duivenliefhebbers, dat ze blijven, ja, we hebben het altijd zo gedaan, dus ze blijven het zo doen. Maar zie je het gewoon als een extra hindernis. Nou, hoe ga ik hiermee om? Wat gaan we hiermee veranderen? We zijn nu ook al met het NPO bezig om daar wat mee te gaan doen. Nou ja, kijk, als je natuurlijk al iets later kan beginnen, dan haal je al wat druk weg. Dan geef je de mensen al wat meer
meer lucht, zeg maar. En ik denk dat dat gewoon heel veel ergens gaat schelen. En dat zijn dingen, ja, je moet proberen gewoon de oplossingen te blijven denken. Van oké, dit is het probleem. Want op een gegeven moment wordt het gewoon negativiteit alleen maar. Nou, je ziet wat er op social media gebeurt. Ja, als er een havik, het wordt allemaal uitvergroot. En dan denk ik bij mezelf, ja joh, je vraagt ook wel een beetje zelf om. En het is niet nodig. En helemaal niet, als ik in de gebieden die er echt voor last hebben, wacht gewoon rustig. En ik weet, dan zeggen ze, ja, je praat, maar het is wel zo. Want het is gewoon zonde door daar je duif aan te verliezen. Ja Ben, dus je hebt het heel erg over deze periode, hè? Dus de periode vlak voor het vliegseizoen, dat voor ons de ergste periode is om mee om te gaan en dat we daarop kunnen anticiperen. Maar er zijn ook mensen die het hele jaar last hebben van roofvogels. Heb je daar ook nog adviezen voor? Ja, die heb je zeker. Is natuurlijk mensen die in de buurt zitten van een slecht valkennest. Ja, die krijgen op een gegeven moment jongen en die moeten gaan eten natuurlijk. Dus ja, die zijn het niet de schijnaanvallen dan, en de verliezen die ze hebben. Ja, wat je kunt doen met het licht, dan heb je buren en dat soort dingen. Ik heb bijvoorbeeld van het jaar heb ik skydancers geprobeerd. Dat zijn van die de luchtacrobaten met die beweegbare armen. Ja, heb je die niet? Zet je die af en toe aan, die duiven die wennen er heel snel aan, maar die roofvogels niet. Die vallen zeg maar meestal vanaf beschutte plekken, bomen en dat soort dingen. Ja, daar zijn ze gewoon echt bang voor en dan win je gewoon heel veel tijd mee. Nou, en een slechtvalk die durft natuurlijk, ga je duiven torenhoog, ja, dan heeft hij natuurlijk vrij spel. En dat heb je natuurlijk niet in de hand, of je ze lage voog houdt. Maar met een havik en dat soort dingen werkt die heel goed. Ja, en dat soort dingen die bewegen, wat er normaal niet is, ja, daar kunnen ze gewoon heel slecht mee omgaan. Want ze, ja, hun herhalen wat succesvol is, en dat geldt ook voor hun vliegbanen en hun zitplekken. Daar blijven ze ook, daar gaan ze gewoon vanuit. Ze moeten natuurlijk wel visueel, moeten ze je duiven zien, dus. Ze gaan op plekken zitten, oh ja, ze zitten alleen maar te wachten, oh, daar gaan ze weer. En dan komt hij tot een actie. Nou ja, probeer die plekken op te zoeken. Al hang je er maar een ballonnetje of een dvd'tje. Als je maar wel iets doet. Je kan wel gefrustreerd alleen maar naar gaan kijken, maar dat werkt niet. En we gaan proberen om met wat werkgroepen om tafel te gaan zitten. Door wat zorgen dat we op de slechtvalkenkasten, dat die bijvoorbeeld niet jaarlijks woonbaar zijn, maar dat een x aantal jaren blijven hangen en x aantal jaren niet, dat je elkaar een beetje tegemoet komt. Dat het niet water en vuur, want dat werkt gewoon. Ja, kun je daar eens iets over vertellen? Want je hebt het over werkgroepen. Kijk, ik hoor het vandaag eigenlijk pas voor het eerst. Dus ik begrijp het. Ja, nou ja. Ja. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk van alles op je werkgroep, hè? Van de slechtvalken tot de kerkuilen aan toe. En het is zo dat de populatie natuurlijk gigantisch aan het groeien is, ze gebruiken geen pesticiden meer. Dus ja, ze hebben weinig natuurlijke vijanden. Nestkasten, dan vraag ik af, ja, ik kom op veel plekken waar nestkasten geplaatst zijn, waar ze normaal gewoon broeden. En dan zeg ik, ja, het is leuk voor de mensen om te zien met camera's en dat soort dingen. Maar ja, het brengt ook leed voor ons. Maar die beesten zijn er nu eenmaal, die krijg je niet meer weg. Maar je kan wel proberen, joh, kunnen we elkaar tegemoet komen? Door bijvoorbeeld die kasten 5 jaar te laten hangen en 5 jaar gewoon niet. Nou, en ik denk dat als je allebei een beetje water bij de wijn doet, dan kom je al heel eind. In plaats van elkaar tegen de haren in te strijken. En ik hoop dat een beetje gaat werken. Ja, nog even terugkomend op die dingen die wij er zelf aan kunnen doen aan roofvogels. Je noemde net die flyer van je, waar je goede ervaringen mee hebt. Skydancer. Ja, je hebt Skydancer, ja.
Nou ja, je hebt cd's met oehoe geluiden, we hebben uilen op duivenhokken staan. Zijn dat ook middelen die effectief zijn of geloof je daar niet in? Nou ja, kijk, waar ik het net al over zei, alles werkt even. Kijk, ik heb hier zelf heel de dag zit ik tussen de oehoes en van alles. Ja, alles went aan elkaar. Daarom is de afwisseling is zo heel belangrijk voor vogels. Dat er gewoon niet een vast patroon in komt. Dat is het enige wat werkt. En voor de rest, als er op een gegeven moment een vast patroon is, die vogel heeft ook hersens en die weet hoe en wat. Maar probeer hem gewoon elke keer te triggeren van hé, probeer die angst erop te houden. Ja. En de fluitjes, die waar we de laatste tijd iets over horen, zie je daar ook nog heil in of is dat ook tijdelijk? Ja, maar dat is ook weer, dat is tijdelijk. En dat is ook maar net, ja, sommigen die hebben er baat bij. Maar ja, ik zelf ga geen 30 of 50 duiven met van die fluitjes om, dan is het hier één groot orkest. Dat wil ik gewoon zelf niet. En we hebben het wel geprobeerd, maar op een gegeven moment, dat treedt ook gewenning bij op. Dus ja, dan moet je je afvragen, ja, wil je dat? En sommigen die hebben er succes bij. Ja, die moeten dat vooral zeker blijven doen. Als je maar iets doet, alleen maar gefrustreerd toekijken en niets veranderen, dan brengt het je eigenlijk alleen maar ellende. Ja. Maar ik heb wel eens vaker met je over dit onderwerp gesproken. Je hebt ook echt specifieke adviezen voor mensen die dus last hebben van een bepaald soort roofvogels. Jij zegt bijvoorbeeld, nou, als je last hebt van een havik in de winter, dan kun je beter je duiven vasthouden, heb ik volgens mij wel eens begrepen. Heb je last van een slecht valk, dan kun je ze volgens mij beter zoveel mogelijk loslaten. Kun je daar nog eens iets over vertellen? Ja, maar dat is nu natuurlijk nu niet de juiste periode, maar de doortrekkers die gaan allemaal weer naar het noordelijk halfrond. Want ja, daar heb je natuurlijk in de winter mee te maken, dan komen de haviken en alles uit het noordelijk halfrond komen hierheen. Die zijn ook nog eens veel groter en veel sterker. Ja, dus die zijn natuurlijk in volle conditie het hele seizoen, zeg maar. Dus ja, heb je daar last van? Er is voor de rest niks anders te eten. Het is gewoon voor de McDrive voor de roofvogels. Ja, alle beestjes die zijn vertrokken, dus ze hebben weinig prooien. Dus ja, heb je daar gewoon last van, joh. Houd ze gewoon vast en doe jezelf het plezier. En verziek niet de hele winter daardoor. En kijk, en heb je last van de slechtvalken, ja, dan zou ik zeggen, joh, hou die regelmaat op en gang erop. Zorg dat de conditie erop blijft. En dan zou je zien dat er, ik heb ze hier ook, zeg maar, mijn late jongen, die gaan er gewoon elke dag eruit. En ze gaan er achteraan, ik sta er zelf van te genieten en ik zou ook wel eens denken, oeh, ik zie ook wel eens een veertje schieten. Maar ja, weet je, dus op een gegeven moment, je ziet gewoon, die duiven zijn zo alert, ze zijn er gewoon alleen maar mee bezig. En als ze dat zijn, dan, dan is het, als je er dan een verliest, dat zal ongetwijfeld gebeuren, ja. Dat hou je toch niet tegen. Maar je ziet gewoon aan je groep, die zijn daar gewoon alleen mee bezig. En zo hoort het. Ja, het zijn natuurlijk vluchtdieren, hè? Maar zorg wel dat je duiven gewoon een kans hebben. Ja. Ja, wat jij noemde net nog iets. Ik denk dat het misschien bij een aantal duivenliefhebbers niet bekend is. Je zegt de prooien zijn ook vertrokken. Dus er zijn natuurlijk ook heel veel trekvogels die de hele winter weg zijn. Kun je daar iets over vertellen? Ja, kijk, zodra je natuurlijk onder de 12 uur licht gaat, dan gaat alles in ruststand. En dan gaan zeg maar alle vogels die naar het zuiden toe moeten overwinteren, die slaan de herfst en de winter eigenlijk over. Dus ja, dan heb je eigenlijk hier bijna niets meer aan prooi die hier zitten. Ja, het is gewoon schaars. Alle kleine vogeltjes zijn vertrokken. Ja, die komen pas, zeg maar nu, gaan die allemaal weer terugkomen. In de eerste week van april is gewoon bingo. Die gaan dan allemaal broeden en alles is er weer. Dus zijn er ook weer prooien voorradig. Ja, dat heb je natuurlijk in de winter niet. Ja, en daar moet je gewoon op anticiperen. Ja. Nou, duidelijk verhaal. Heb je nog andere dingen die je kwijt wilt?
over dit onderwerp? Of tips? Tips. Ja, de tips heb ik eigenlijk al aangegeven, de tools. Zeg maar, probeer wat te veranderen bij jezelf. En probeer elkaar daarbij te helpen en niet alleen maar negatief en op Facebook en dat soort dingen. Want dat brengt niets. Je steekt mensen alleen maar aan met negativiteit. En dat hebben we juist niet nodig in onze duivensport. Het zijn een x aantal weken, straks zijn we weer vertrokken. Hopen dat de corona weg is. En dan, we hebben onze, allemaal weer onze mooie hobby waar we op zitten te wachten. Ja. Ja, goed Ben. Bedankt voor dit gesprek. En ik hoop dat we je nog eens een keer mogen bellen hierover. Graag gedaan. Ik hoop dat, dat het heel weinig veren gaat kosten voor iedereen. En dat we weer snel mogen vliegen. Oké, dank je. Dank je wel. Graag gedaan. Bedankt voor het kijken. Wilt u geen uitzending missen? Abonneer u dan op ons kanaal.